Maar de opleiding gewoon belangrijk. Ik ga gewoon leger onderwijs handen en doe een beetje privaatles om mijn taalletingsexamen voor Rijksland of Winterschwallen te doen. En daar roegel ik terug. En wat nou het squallen beziek, gewoon belangrijk. Dat heb ik dus van die beide instanties opstutsen. Zou je hier in opsletten leidt, is mijn beroep dat ik graaiboer worden. Als ik er nog achterna op beroemdje of dan, spiet het mij vaker dat ik in die tijd, toen een boerenjongen veel beter op de bedrijven missen kind voor de koe als nu. Dat ik toen naar Belistrij hier naar Boetenland West, naar Duitsland en hier naar Frankrijk en Engeland. Dan hier ik mij die talen eigen maatje kennen en dat hier van mij een ontzettende rijkdom betjutten kan. Als je ze achterna heb je leven beromschoven, dan zoen je dat wel vaak wensken. En net alleen dat je dan de taal beter machtig worden win, maar je hindert de dingen ik eens van dichterbij beter besjoend. En je wint vaak net zo naïef idealistisch op allerhande avontuur in flying. Maar, daarvan genoeg, je wordt vregen naar mijn levensschagen. Ik door te zien dat wat mijn levensschagen onbelangt, ik aardig mijzelf altijd geliek blijven ben. Van hoe zuid ben ik in de vrijzinnig christelijke tjerkeleer opbracht. Dus men wie ons letten, minister, dus hij die wie net bij een enkele tjerke ons letten, maar ze gewoon te jaren volle naar de vermaaie daar gongen ik, heel vol in de zool naar de grote tjerke. Dat doe ik jong wie dominee zwart, letter in Bitchum, dominee wie, en ik doe het te zien dat wat mijn levensgang onbelangen, dat ik dags mijn eerste vorming net allereerst uit de Friese beweging kregen hebben, maar dat ik die opstutsen heb bij dominee Zwart en in het ouderhuis. Daar komt nog bij dat ik van mijn 14e jaar altijd wargeld spelen in kerken, zowel in de vermaaie als in de grote kerken. Ik had het langer als 50 jaar dienend. Ik heb allerhande soorten van dominees jet en ik doe het decision dat ik ik van allerhande soorten van dominees leert ha. Dat ik daar wat van mij om en ha, ik mocht het er al heel in mijzelf maar eens wijzen of net. En ik doe er echt te zien dat ik in het oonhartje van onderscheiden soorten van leren altijd rom van opvatting best ha. Nou wil je vragen, hoe ben je bij de beweging komen? Dat is een lastige vraag. Men kan wel stellen eigenlijk het hong in de loft. Als dat ik door die grote Eerste Wereldoorlog komen is, ik weet het net dat de Lietse nationaliteiten haar zelfs meer begonnen te vielen. Maar ik weet dit wel, doet ik een jongen weer van 13, 14 jaar en ik hier wat piano spelen en leert, maar als dan een nicht van mij, Piet van Omkepier, zijn we dan bij u schaam. De uit van Hoesien en die spelen op een piano en die zong daarbij dat verneemde lied van Oude Waling om. Jimmer mat ik smeulend jere, Friesland spraken zil vergeen en een verval van krachten stieren. Juist een einen kin het meer besteden. En dan, die waarom slag erop van de oude man, maar ik zal strijden zolang ik strijden kan. Voor Frieslands taal en vrije Friese zin, dan wil ik wel wijzen, doe ik nog maar 13, 14 jaar, dat het kater op mij heen ging. En dat had ik mij bewerken, en dat ik altijd hier misschien had, voor de mooiers van u oude spraken. In jongetje zegt je henne, hoe berjochten wij mij naar bij u een Fries clubje op. Hendrik Lewis Riemersma, die het op een normaal squallen ging in Snits, dat wie eigenlijk daarvan de Pomerant, hij wie voorzitter,
Hij is die iepen voor de nije tijd. Hij hoort ik van uw Friese spraken. Hij omgang met een Fries vanken van Skarrel, Henke van der Zijp. Die ik op die schwallen kom. Die beide vielen ontzettend voor het Fries. Hendrik had ik wel eens een stukje instuurd voor Sleucht naar Jocht. Hendrik, dat wie uw mentor en den eist verzeils Albert Mattens van der Hem van Raad, liet in Sleucht naar Jocht altijd zien. Natuurpoëzie publiceren, dan die er om mij boven Willemsbergsma van Raad. Siem Schouwstra, die letter dokter worden is in grauw en die eigenlijk zijn nog in de schoen van dokter Ilse stapt is. Alleen nog begrijpelijke nog had het leven en de dokterspraktiek zat er ook voor hem best dat er in letterkundig opzicht dokter Ilse net al heel naai voor gekend had. Dan weer daarbij Thomas de Groot, die jarenlang voorzitter west had van de Nederlandse Keertsboom. Zee de Zee weer erbij, een zoon van Sjouke de Zee, een Roel de Graaf van Jensen en dan nog een Siem Veenstra van Ter Henne. Wij zitten dan als jonge broekjes bij mekaar in Efterkjemmerke van het Timmermanshoes in de Zool bij Hendrik. En als je nog vreeg je oer, uw eerste vorming, uw eerste Friese vorming, die heb ik daar van dat groentje kriegen. En wij binnen sa bij Trodi Frieske Squalle heen en jonker Lietz en ik bij de mienschipslagen. Ik weet nog best in jongetje en achtje en hier de jong Frieske mienschip een propaganda gekomst in Werger. In die herberg bij de Bregen, daar waren CDC en ik bij de lid. Doe wie ik trouwens, ik al lid van het jongkoor. En zo doen de drie keer toen ik al mij het jongkoor in mienschipsverband de boer op. Maak ik altijd de repetities mee in Ljout en fietsen wij als jonge mannetjes naar Oren. Eventjes de bouwhoeken in om de famen van Steens en Halen bij de plak te brengen. En dan rieden wij weer in het vallen van de nacht op hoes. Op hoes aan. Het is een keer wat dat ik samen mee heb leven hier dat ik op Rader die in Steenbult leef. Dus ik ben eigenlijk net middels kunde in de beweging belonen, maar voordelig al in een organisatorisch verband. Ja, die ideeën waarvan die had denk ik bewerken dat het ontstaan en het opkomen van de jongfriese beweging feitelijk al wat een troopbrekking weer van het natuurlijke uit het ietige schema van het doet ietske politieke en stedelijke leven. Zo ken ik het ook het beste zeggen. Dan wordt er vregen wie een jouw bord aanstutten terug de beweging of oorsom. Nou, dat is net zo makkelijk te zeggen. Ik doorgereisd te wijzen dat ik, zat ik al saai er wie van die verband wie niet mij jongens prutsen gaan, maar het had nog één keer ik bij mij resoneerd. En ik had ook wel, hoop ik, oors om de beweging een beetje mij dragen kennen. Wien jou in de beweging tegen in de oppositie? Nee, ik ga in Jessen eigenlijk te min in de oppositie west. Wij in de mienschip. Wij hebben in eerste opslag denk ik wel eens, wij hebben Kalma eigenlijk wat te vol kritiek lees naairoen. Als ik een overom zie, maar dat hebben we ook zo aan het field. Wat wij doen zijn in verzet gongen maar en dat we een mooie episode op een zeil, dat we ons jongfries verzet zien de liering van het Fries Genootschap, dat verneemde clubke van oude en wolstelde patriarchen verzeils die het ook nog wat aan het onderhoud van het Friese volks eigen leven dienen. En misschien ook nog wel meer als dat wij doen wijze woon. Letter dan had men leerd om die dingen wat objectiever te bezien. Dan word je vregen, wat denkt je van de Pomeranten, Liekers, Douwe Kalmar, Rensjesiebes, maar Volkertsma en Schuren. Ik zei bij Douwe Kalmar beginnen. Je kent Douwe Kalmar nooit ontzezen dat hij de Weisrop jaren letten had.
Als jongen van 13, 14 hier, dan zie ik al in die snijskranten van de Leouter om te hassen, schrabien en te wrakselen om baas te worden. Hoe die oneindig zwieren vol zijn, dit hij erin schreeuwt, onder de rubriek van Frieslands velden. En daaruit spreek ik op mezelf al dat ik zelfs belangstelling hier voor de Friese beweging en voor wat hij schreeuwt. En maar voor duidelijk dat Douwe Kalma mij bij mij de wekker en de drager west had. En dat bleef er voor mij ik. Rintje Siebes, maar dat had altijd een heel oor man west. Zijn dichtkunst roen ik minstens af hier mij als mij die van Kalma. In zijn dichtkunst had hij ik altijd nevens mijn wijze van zijn het kleerst en het mooist van Utrecht west. In zijn letter opstellen, in zijn instuurde stikken die we altijd nog in de Leouter kranten lezen, dan is het vaak moeilijk om uit die diezende taal de zin te vetsen. Maar waar boer leest en waar van boerenkom oud is en bij het organisch leven opgegroeid is, die veelt altijd nog in hoop voor bijdrage van Rintje Siebes, maar ik. Een hier scherp onveel van de wetten van het organische en het natuurlijke leven. Volkensma, daar heb ik altijd tige belangstelling voor gehad. En ik moet zeggen hoewel zijn uitsprutsen calvinistische levensinstelling mij vreemd vier, dat ik toch zien opstellen altijd mij meer als gewone belangstelling en interesse lezen. Hij had mij daarin meegenomen en als leider van een groep in de beweging had hij meer betrokken als Kalma. Hij weer meer de bouwer en wijnerhouder als dat Douwe Kalma dat wijze kind had. Als je me vraagt naar de betrokken van Schurer, ik zou zeggen, ja, hier wij op het heden, nou nog maar eens een stikkast zien, vijf bij neet, drie zo'n al ontzettend volle wijze, Schurers. Want dat heb ik altijd gezien als de man die feitelijk de brege betjutte koe van de oude Jongfriese beweging naar de Joodijstige dat zijn verlet van is. Schuren wie bij steert west om het jongen door Douwe Kalma, Rintje Siebesma en Volkensma geen te maken hebben. En wij die de dragers van west hebben, om dat in deze moderne tijd naar de toekomst oerbrengen te kennen. Dus voor het vrije waar van dissen van die vrouwer had voor jou het meeste betjut. Je moet erbij een verhoor, zal ik het noemen, namelijk als dit al die tien voor oppassen, dat men nou de stage genomen had op de dingen, en dat je een vaak pattenspielen kan, omdat je nou kritisch gerinsteld bent, maar ik moet even de weerheid zeggen, dat van die vrouwer Douwe Kalma het meeste van mij betjutten had, zowel in zijn vessenwerk, net minder in zijn kritische opstelling, die altijd nog weerdevol van binnen, want het verse werk is al volle van net volle betjutting meer, droog dat er heel volle bij is, dat u nooit te retorisch gehondocht en te zweveren, hoewel daar onder de poëzij van Douwe Kalma ik al die nou enkele hele mooie dingen binnen, die de laatste jaren vierste volle verontachtse me worden, en het zo van belang wijzen, dat wilde hij zelfs altijd blomlezingen en samenlingen van zijn eigen werk opzetten, dat der Noorus van onpartijdige kant nog eens een kaarsamling uit zijn poëzijen vondelen waard, want die wordt zijn werk te volle verontachtzelen.
wien het er boeten de geerkomsten om een soort contacten onder een briefje en het bezoekje van vreunen rondom. Daar wordt één vraag net bij dienen, dat is ongeveer de kampen. Ik door te zeggen dat in die jongfriske tijd de zimmerkampen op de eiland ontzettend volle voor ons budgetten had. En dan is er een groot onderscheid tussen de jongeren van Tjenwurg en die van ons tijd. Tenminste, dat veronderstel ik. Wij briefken ontzettend volle mijner. Wij hingen toen al een tijd om lange brieven te schrijven en we waren niet aardig, zinnig in hoe ons Fries op het papier kwam. Daardoor ik wijs, ik ga mijn briefje nog mijn lippenzelschip schakelen. Ik weet net als ik daar moeilijk wel eerder moeder voor gaan hebben zoeken. En ik stel mij voor dat er in de jongfriese beweging wel meer van zoeken wijzen zullen. Ja, die vreunderoenten. Uw eerste Friese squalkelijke bij Hendrik Riemersma aan hoe dat wie een vreunderoente. Wij kwamen om een fjouwere week geer. Dan lezen wij werk van elkaar voor. En van u zelfs. En dan bespreken wij de dingen van het Friese leven. Maar in het verband van de jong Friese beweging maakt men de zimmerkampen op de eiland net te licht ontslaan, want die haar van grote binden het jutte best. Hoge vermiddens wienen er in de beweging bij Lies Jonkoor, Toniel en Longen. Ja, ik heb een alle mij dient. Het Jonkoor onder leiding van J.P. Wiesma, Doe van Halem, daar heb ik de mooiste herinneringen aan bewaren. Een toneel uitvieringen heb ik volle mij dien. Ik nog doet ik trouw wie al die het volle linnen en vierste volle linnen toezetten maken om mogelijk te maken dat ik mij ik nog in dat avontuur bejoeg en toneelrepetities in Ljouw bezocht. Te vol om op te nemen. Ik heb mij spelen in Keningald Gilles en in Friesland en in de dreem van Wietmassen en weet ik. Volgingen al wij alle jaren. De langgene van jongetje 18, daar weet ik nog van. Dat wie een keer zit in Snits. En wij in een skiptocht op een Snitsermaar die dais. En ik zag nog dat midden op een Snitsermaar mevrouw van der Minne Buma oerstapte uit zijn soort van Friese boeier op uw stomboot, zouden wij doen hebben. En dat weer voor het eerst dat ik die onverjettelijke Anne Quarles weer toe, dat ik die mette, dat ik die zeg en dat ik die maaimaatje mocht. In hoeverre wien je cultureel creatief begrijpt op het maat van schreeuw, muziek en zang? Nou, ik ben al redelijk gauw wat begonnen te pielen met schreeuwen, maar het scheen de dag dat ik eerst trouwd wijzen moest, jet die boanen bij mij taapje woer. Van tevoren heb ik neer mijn Friese schreeuwerij pield. Omdat ik mooi goed met piano spelen koe en altijd wargel spelen in tjerke, ik hier 3 jaar pianoles gehad van een gewone squalmatres van DSM juffrouw Groenewald van Belsema afkomstig. Als ik daarom waarom denk, dan heb ik nog groot respect voor dat meisje. Zat die u in 3 jaar een piano en wargel spelen leerd had. Wat mijn nocht om muziek onbelangert, nou, dat heb ik heel vol aan haar te danken. Het wonderlijke had bij mij altijd was dat ik, wat de taal onbelangert, van de grammatica neer verstier en nooit wat leren koe. En van de theorie van de muziek heb ik nooit wat begrepen kan. En dat neemt toch net waar dat mijn taalgevoel mij altijd een beetje leren kennen had om naar al te grote bokken te zitten. En mijn gevoel van zang en muziek, en die vooral bij juffrouw Groenewald in eerste opslag zien ons jou een voen. Later heb ik nog 2 winteren geleerd in Snitserijsje naar Hoogslag. En daar heb ik nog eens weer eventjes om ruitsen de smaak van het pianospielen te pakken kregen. En die had mij weer in
diepere zin, de smaak jong voor de pianomuziek in het bijzonder en voor alle muziek in het algemeen, en nog altijd ben ik een groot liefhebber van muziek benamen, en dan vanzelf zou ik zeggen 4-4 bij meest van de klassici: Mozart, Beethoven, Haydn, Bach, Brahms. Met me wel soms haast al te geleerd, alleen nog eens een enkele beetje moderne Franse componist, als ze gewoon net op zijn naam komen, daar heb ik ook wel van spelen. Die had me ook wel ontsprutsen, maar van de moderne muziek versteen ik zo goed als niks. Dan wordt er vreging vraagt zien in hoeveel past de jouwwerk in de kalme conceptie. Ik doe er dit van te zeggen, en ik geloof ik ga dat in mijn eerste poëzie ik een beetje bewezen gekend. Dat ik dadelijk bezocht ha om mij van het retorische van kalma los te maken, en bezocht ha om alle stoffen directer aan te pakken, en ik altijd zocht naar die hondtaast van het nog weer altijd een naaiere aankom van het leven. En om nog een liedsding te nemen, dat is net bij wijze van rechtvaardiging, maar dat is maar bij wijze van ontschutting. Een verslik als ik ingeschreun ha over de koemelker, dat die kalma leeuw ik nooit schreeuwen ken, daarvoor stie hij ik te vier van dat soort van leven aan, wie hij er net direct genoeg mij verboen, maar ik leeuw ik net dat hij over die directe onpak, zo moet ik het nog maar nemen, en over die onmiddellijke handtaast te beschikken hier, als dat ik altijd naar streven ga, en dat ik wil net eigenwijs wijzen, meen soms er eens in slagen te wijzen om die op papier te krijgen. De volgende vraag is: waar van de Friese schreeuwen zie je het meest te sezen? Ja, zat ik al signed hij in eerste opslag kalma. Maar ik hier al redelijk gauw dag Wolf verstien, en dat het een prachtig mooie Friesk van Eeltje Bortus, dat Berstje en kalma zien als Münsterje goer. Kalma die hier grote voorjof dat er hier scherp formulierje goer. Dat had hem altijd de eigen west, en dat is hem in zijn kritische opstelling altijd ontzettend van pas kom. Maar als taalbroeker, als Fries taalbroeker, had er het neffens mijn smaak nog nooit zijn Eeltje Bortus horen kennen. Als Friese schreeuwer, als Friese verteller uit de Jong Friese beweging in eerste opslag roen wij alle jaren, en ren ik nog eigenlijk vier wij mijn mind Bottema, die zien de jongen van de Marsheide, die zien vervolgverhalen in Friesia die toen rende wien, en die zien soldatenbrieven uit de Brabenwaai, uit het Veldlegerwaai in Sjocht en Rjocht. Oh, die spreken mij ontzettend aan. Vierdes verzeild het sonettenwerk van Rensje Siebesma en ek van Renke Talman. Maar het versenwerk van Rensje Siebesma roem ik doe al heegwaai, en dat doe ik nog. Ja, nu ben ik eventjes op een vraag waarom kom, die ik ze krijg al wat van signed. Hoewel, ja, ik moet zeggen, dit ziende vragen, daar ken ik nog van hartje. Maar dan wordt er nog vragen, wat zijn jouw ideeën over de architectuur? Nou, daar ken ik heel vlechtig over heen gaan. Alleen, dat wil ik al even zeggen, dat ik altijd die belangstelling had van de bouwwaarder van het Friese boerenhuis. Ik hier het boekje van Ulkema dat in die tijd uitkomen is. En Maintema van Mantgem, dat weer een verneend bouwmeester in die tijd.
En die zijn producten heb ik ook wel volgen. Hij heeft een inschriftslid, die heb ik van dichterbij mij maken. En nog altijd, dat ziet ze jongens, want er mogen over het Friese of over het Saksische boerenhoes schreeuwt. En dan had dat mijn tige belangstelling, maar ooit op het stuk van architectuur heb ik mij net verder bejoen. De 12e vraag, daar moet wat meer van zijn worden. Bij hokker ideële vermiddensboeten de beweging wie in jou onsletten. Dat ideeel vermidden, die maakt wij maar wat rom nemen, zo ik zei ze. In de eerste plaats heb ik bij Dominique Zwart, die toen in zijn Brandenboorden stier, mij onleerd. Dat had voor mij altijd nog een mooie ondenken mij bracht, doet wij de jongens. En bij dominee op een posterij komen moesten om bewijs te gaan van wat wij zo al in uw vraagleren de winterjongen langs opstutsen heen. Toen moest ik mijn opstel verdienen dat ik maatje moest ongeende een tekst uit de berg reden en ik weet nog wel. Ik keer kezen van Sjochenai, de lelie van het veld. Ja, arbeid je net en ja, spinnen net en dags weer Salomo in al zijn heerlijkheid nog net beklaaid, liekas een van deze. Daar spreek je dadelijk al een beetje dat vaak een wat al te loftige, wat al te lichtvuddige. En dat wordt al te nofter een aard uit van de onkomende dichter. En ik weet nog best dat Frans de Jong en Jan Punter, die doe ouderlingen wien en er ik bij zitten, dat die al wat brimstig zeggen en dat die eigenlijk voelen dat ik wat al te makkelijk over de Breestriet hier in dat barre noorden hinnengeleerd en domme die zwart die onderstie mij direct nog even goed oer. Hij zei, jo moet het net vergeten douwen, ik lees het nog maar even in het Fries, dat wij hier in de noorden niet zaken binnen om in de zomer te zwarjen van de winter. En dat bevestigde Frans de Jong echt vergoed, want die wie turfschepper. En die wist wel dat de mensen van de winter turf opslaan moesten, omdat ze, als ze het ingevreer, zo was naar het haven zoen om warm te worden. En Jan Punter als Friese landarbeider, die ik wel ondervond wat het huddeleven betjutte, dat ik waar nog eventjes om reizen aan de Toskfield. En dominee liet wel terugschienen dat er die tekst wel heel mooi vond. Maar hij zei, ze hebben in het oosten in Christus die in volle opzichten dat we wat makkelijker leven kunnen en ik wat makkelijker leven als dat u hier mogelijk en veroorloven is. Nou, dit is even tussen jektjes. Dan ben ik lid van de Nederlandse Vereniging ter bestrijding van alcoholische dranken. Hebben hier een lange lid van West. Ik let er doe ik trouw weer. Nog broek ik dranken. Heel iets beetje. En wij hebben er in ons huishouden altijd nogal correct op West. Dat er zo min mogelijk drank op de tafel kan. Sterke drank wilde versteren. En het spiet mij dat ik het zeggen moet, maar als ik het drankgebroek, joh, vooral het biergebroek bij de Tjenburger jongeren, dan maak ik dat min leien. Zal ik zeggen, ik ben lid worden als 23 jaar oud van de grote tjerken. Dat ben ik nog altijd en dat moet slim komen als ik daar bij wij ging. Ik ben als jonge boer lid worden van de laanheerdersbeweging. De meeste harkers weten wel, die doen de leringsdienst had van een broer van Ulbe van Houten, dit bij jullie ook Hendrik van Houten. Ik had het tegen om een maaidien,
ga ik er heel veel werk van verzetten. En ik weer lid van de Friese maatschappij van landbouw, dat ik altijd de geerkomsten van bezocht. Maar verder heb ik daarin geen bestuursfuncties waarnomen. Dan wordt er in vraag 13 vragen wat wie en is jouw bedenken over het oud-zelschap, het christelijk Frieszelschap, het jonge Friesland en het Rooms-Fries Boen. Ik wil er in de kwartet van Cezen, dat ik ook al jarenlang lid van het oud-zelschap best heb, en dat ik benamen het verzetje in het oud-zelschap in eerste opslag trog de jong Fries gemeenschap en ik het delhelgen en akjem van de voorman daarin, liek als Jan Jelles Hof, benamen trog de oude kalmen, dat ik dat doe dadelijk al net za een mooi voen, maar nou op een afstand stel ik daarvoor oer nog volle kritischer. De matten nou een keer en om de hulpmiddels en om de invloed onder het volk, mat er daar nog een keer grotere verbanden wijzen als het oud zelschap al die west had en gelukkig nog een beetje is. En om dan Friese invloed terugwerkje te letten, dan is een menigte van leden niet zakelijk. En dan brengt dat wel eens mij dat je in je Friese nationale verkundiging net altijd zou consequent wijzen kennen. En zulke strenge eers kan stellen mij als dat het ooit wel wenselijk wijzen zou. Wat ik ter vierdes van ondervoend heb, zeilschippen krieten op een zeils, in hok verbaan ik, die werkje stroef en die werkje omslachtig, de letter praktiek had mij leerd, dat voor het gewone werkje volle beter lietse werkverbaan had kennen, van een man als vijf, zeis, dat werkt het volle beter, maar dan had je weer het grote bezwier, dat je te min over hulpmiddels en hoe mensen en krijgen krijgen te beschikken, krijg je er verlet van haar, en dat je invloed te min terugwerkt. Ik zou net graag nou al de grote zeilschepen hokkerijk missen willen. Maar ik geloof wel dat het nog niet onkel iets een tijd wordt in de nationale beweging, is dat de Frieske altijd nog is, en in ieder geval jij te wijzen, dat het nou wel heeft tijd wordt dat onkel iets een alles bij me kon stapte. De fusie kan men het hart wel nemen, het begin van fusie tussen het Rondfries Boen en het Christelijk Fries Zeilschip, droog het meer schippelijk uitjaan van de stem van Friesland. Dat heb ik een prachtig mooie stap voen in die richting. En zat ik in eerste opslag al zei, het miskeren tot heen nou gewoon één of twee mensen die ik als verder spuurder geweest had. En hoor dan voen ik, dan wie er nou alle kans om daar in groot algemeen zeilschip te komen. Dat wij elkaar op het geestelijk en godsdienstige maat elkaar volslaan werkzaamheid en vrijheid van denken en verdraagzaamheid in opvattingen inschikken zoenen en dat bij mij mekaar nog volle meer berikken kunnen zoenen. De vraag is, wat had neffens jou de betuurking van Sliocht en Jocht West? De betuurking van Sliocht en Jocht die kan me net gauw te heeg ongeslaan. De betuurring van Sliocht en Jocht voor het Friese volkslim van voor de jong Friese tijd, die had van onwetten grote betuurring geweest. Ik weet uit uw liedse dwarf van Tersoel nog, dat Sliocht en Jocht werd het in de burgerhuishoudings kwam, typisch genoeg, het kwam meer in de burgerhuishoudings als in de boeren- en arbeidersvermiddings, dat de terre eigenlijk stikken lezen werd en van de ene hoes naar de oorgang, de hele familiebalans. Er is zelden eigenlijk een tijdschrift geweest dat samen aansluiting in het volksbestaan hier als Sliocht en Jocht. Je kent het eigenlijk alleen een vergelijkje bij wat dat Friesk en Vrij letter ek betjutten had, hoewel je ook nog net ingeres sa ingeënt. En je kent het Joodaisch vergelijkje bij de Christelijk Friese Volksbibliotheek, die mij dan al uitsprutsen van wat Rjochtse origine wijzen, maar de aansluiting die die had bij het Fries lezende publiek, die binnen wij in Friesland nou nee, ja, er te meer te komen, en dat is een contact dat wij nooit te wies mij wijzen kennen.
En dan hoe je al die producten net zou over de strenge letterkundige zouden gaan te letten. Of liever je mij dat grijs dwam in je letterkundige tijdschriften. Maar pas er altijd voor op dat het naar boeten uit net te volle het karakter van wat minder weerders op druk kriegt. Want het Friese volk had verlet van die boeken te lezen en leest ze gelukkig ek bij duizenden en lid haar terug de vaak wat leeglezende kritiek in de bladen net te bot afschrikken. De 15e vraag is: in hoeverre weer er bij jou een internationale oriëntatie op het merk van literatuur en politiek? Dat kan ik kwaad wijzen, we lezen bij u altijd de oude krant in die joeg als provinciaal beleid toch altijd een mooi brede voorlichten. Dat weer doe ik al goed, hoewel doe misschien een beetje meer liberaal insteld als nou joegedijsk. En dan verder dan hebben wij van, nou heb ik van mijn 20e om mijn 25e jaar in de hoes de Nij-Rotterdamse krant te lezen. En ik moet zeggen dat ik daar wat mijn oriëntatie omgeving de politiek, godsdienst, net de vierde en literatuur ontzettend wat u toch stutsen had. En vierde verzaal zet de jong Fries gemeenschap mij, ik op het internationale meid, wil wat oriëntatie bezwaren. In hoeverre wie je daar bij jou een oriëntatie op Holland is, de zegt je de vraag. Ja, dat kwam ik alweer volle terug die Nij-Rotterdamse kranten. En dan heb ik altijd Vierjongland van de Vlaamse beweging. En dat heb ik nog, en ik heb het nooit in de Hollanden zetten kennen, en dat kan ik nog nooit zetten, dat ze de Vlaamse voorstrijders daar in Vlaanderen, dat ze die te vol in de kjeld staan letten. Ik vind de Vlaamse uitspraak van de Hollandse taal altijd nog bijzonder mooi. En alleen nog al het waar bericht dat mijn vrouw en ik maar als jaren uit Brussel wij, daar jaren wij altijd mij innerlijk vernoeien. Zulke mooi Hollands gast dat is en zo mooi als dat uitspraat zo uit. De Santje de vraag is: wie in jouw werk organisatorisch warber en hoe nou wel? Daar heb ik al genoeg van zijn. En daar ken ik nou vierdes wel van afstappen. Dan is er een vraag, hoe is het meerschapshoofd er komen? Ja, dat is benamen ontstaan terug dat onder leiding van Kalma de Jongfriese gemeenschap, nadat het in eerste een nationaal algemeen zeldschap van vooruitstribbende Friezen was hier, dat via de leiding van Kalma meer en meer een meerschip waard voor Friese volksontjouwing. Die gong van dingen wil ik net aanwijzen. Het had wel wat begrijpelijk geweest dat de jong Friese gemeenschap net het algemeen liende nationale vermidden beleven kennen had, maar ja, Kalma die hier nog een keer op het stik van godsdienst en levensgaan zien ontjouwen. Hij had hier eens van dominee leren zullen en dat weer in zijn studententijd al aanstapt. Dat zal hem al te volle misschien in de boeiens slaan hebben, naar zijn smaak. Dat het mij bracht dat hij in de oorlogstijd nog naar het veldleger ging en geen moest als soldaat, want toen weer ik net vrij van het dienst meer. Maar toen in de jaren van 4, 5, 26, ik weet niet correct wanneer, toen is Kalma begonnen mij te publiceren in het Heiteland zijn haatzaken van een jong Friese libbenschagen. En ik moet zeggen dat verschade van u zijn mij benamen dat die opstel mij ontzettend aansprutsen hebben. En die namen mij Osamai en heel vol van u. En ik kan me ik schoon begrijpen dat Ilse Boris Volkertsma mij zien aanhing, de Calvinistische aanhing, doe eigenlijk ik wel niet zaken winnen om van de gemeenschap distantie te nemen, want die kwam volslaan in het idealistisch vrijzinnig christelijke vaarwetter te verkeren, wat zij net de romziekhelje konen.
Ook voor praktisch werk hebben jou uit de wijsheid bijgelijks het schuttelen bij boeken over het jaar van cursussen. Nou, schuttelen bij de boeken heb ik net, maar ik had dags een eerste jaar vijf in mijn vijfde hier een kalpertagelieder west van de Jongfriese gemeenschap. Dus hij wil toch dat ook eerst eruit bij zijn oor naar de grond te verzolderen, nou, dat is hier een stapels boeken. En jongens naar het werk dan weer gauw er zo'n tien pakken, want ze moesten hele Friesland. En ik naar de boetenscheldschippen te sturen worden. Dat versturen weer doe ik al langs dat duur, net als dat het nou is. Maar, zelf zeg ik, de meerschipsleden, ik de boetenleden, boeten Friesland van een protte kalpertage ark. Mijn beste aannemster had altijd west Griet Boeren, maar van Akrum. Daar moest altijd het meeste heen wat die net in die jaren verkocht had als meerschipslid. Daar heb ik altijd nog groot respect voor. Dan is de 20ste vraag, hoe had de beweging hem ontjoen? Nou, de beweging die had ze eigenlijk uit min willen worden eigenlijk hem te volle versplinteren. Maar ja, tijdens de versplintering hebben wij er zeil zo'n maai dingen. Binnen wij maai in een horen kant uitzielt. En ik geloof, als wij het nou nog eens oerdwang konden, dan zoenen we dags maai het bij elkaar wijren en maai het elkaar vaken verketteren. Nou, dat is misschien te scherp zijn, maar maar die persoonlijke strijdraadjes zullen wij nog vol voorzichtiger wijzen als dat de praktiek is, want is die daar leert had om te wijzen. Dan wordt er vregen wie je taalgebruik in de beweging wakker oors als jou wendt winnen en wat is jou betekende roer. Ik doe het zeggen dat de taalgebruik in de beweging dat serieus opvetten waard. Wij wienen krekt op de taal die wij broeken, wij dienen alle jaren ons best naar de meerte van uw schrijven om goed Fries te praten en goed Fries te schreeuwen. En wij binnen daar rekenen op een hechte goed in slagen. En daarom had het mij ook altijd wat zeer dien dat Douwe Kalmer te vol op Jan Jelles Hofhaar jong had. Want als daar iemand in Friesland West had, dat de Friesen doet iets, maar ik joerde daar nog het goede Fries van leren kennen. Zouden ze dat letter opsteken kennen bij Dijkstra. Niet ik maar eens in het jong corsiert. Dan hinnen wij daar heel volle aan hebben kennen. En dan hinnen die beide, dan hier Jan Jelles af. Die is onverdiende te volle verketteren worden. Want die had dus benamen naast de Anusietstra het goede Friese Wutgebroek bijbracht. Er wordt vregen in hoek van vermiddels broeken jou Friesk. En in hoek van vermiddels wie het wenst om Fries te broeken. Nou, ik door wat zei ze dat in de boerengeerkomsten, met name in de kritiekeerkomsten, altijd Fries broek waard. En dat wij het Fries broeken roen omdat het er maar krijgt op de rogkoe. Dat wij soms er juist verbreken moesten als er apart droog een Hollander omvregen waard. Dat wij soms even een beetje Hollands getaljochten joegen. Maar op bruiloften en in hoogverhorige herkomsten heb ik altijd het Fries broekt en ik weet eigenlijk ik niet zaken om het te broeken. Want alle oren uitering in het Hollands, dat zou van mij bezwierlijk best hebben. Het wederoze hout terug uitkomen. Over de ideeën in de mensen voor het Friese onderwijs kan ik heel kwaad wijzen. Ik leeuw dat ik net de volle zees als dat in de Jongfriese mensen. Het jaar van Fries onderwijs beschouwen waard als de eerste nationaal Friese verplichting die wij hier nog onder ben. En wij zoenen in eerste opslag, wat ik
waar de Hollanders oer, al hoe tactischer dat misschien ik wijze ken had, dus net de grondjaren hebben op pedagogische en tactische motieven. Maar als de Rus naar vregen we wie waarom ben je over het Fries onderwijs, dan hier uw antwoord al licht west, omdat het eenvoudig een Fries nationaal gejocht is. Wat de meeste betreft had voor mijn persoonlijke ontjouwing, daar hoef ik verder net bij stil te staan. En ik net bij wat wie de schieren conventioneel, net conventioneel, actueel in de gemeenschap. En wie daar een ontjouwing te merk bieden, ik had daar al van zijn dat die spiaal tussen conventioneel en net conventioneel benamen in de gemeenschap onder water komen is, doet de gemeenschap hem meer en meer in religieus-socialistische, in de woelbroekersrichting hem begon te ontgaan, onder leren van Kalma, en doet dat benamen onder waterkamer zien opstellen in het Heiteland, over de haatzaken van de jongfrieske levensgang. Echter naai kan men wel vaststellen, en dat dat mij begrutelijk was, maar een ontjouwing, die dag neffens uitviel, die spontaan west had in de gemeenschap, die moest wel bewerken dat daarmee de schiering erin beroepen weer. Dan stiert je weer het bestuur voor jou het Fries eigene. En dat is net zo makkelijk te zeggen, maar ik zou zeggen het Fries eigene bestuur voor mij in de taal, allereerst in uw volkszaak, in uw landschap, en in u in meerheid nog, of al net meer, agrarische berekening. Waarin onderscheerde Fries hem van de net-Fries, neffens Jo? Als ik ter wat van Cezen maat, dan zoek dat mij een zinnebeeldige ontzetting doen wollen. En er is nu één keer tussen de mensen de, zo is deze kleine kruislingscommunicatie. Zijn de beelden voorstelt een communicatie over de wei en een communicatie over het wetter. En dat die communicatie pleert, zat hoe de wei en hoe het wetter, daar had men bereiken. En wat onderscheert nou de Fries van de net-Fries? Dan zou ik het zo stellen willen, dat de Fries wel de bereiken dat zijn beschikken had, maar dan een lege draaibreigen of wipbreigen, en dat bijgelijks de Hollander een verste hege breige dat zien voldaan had. Voor het verkeer oer de waai op het ziel, dat vlechtige verkeer van menske ta menske, dat zakelijke commerciële verkeer, dat wij kennen uit de dingen van al den dag, dat jet oer de waai en dat vlucht oer een lege draai op breige krijgt zo goed als oer een hege verste breige. Maar het wat diepere verkeer, dat men zijn de beelden stellen koer, dat door het wetter mat. Dat is het menselijke verkeer in morele zin. Het geestelijk verkeer, het godsdienstig verkeer, de godsdienstige communicatie van menselijke feelingen die uitwisselen worden matten, die matten nou één keer bij wijze van zezen de diepgang hebben van het skip in het wetter. En dan viel het mij aan dat de Hollander begeleid de verste hege breige dat zien voldoen had en wat afwerken. En dat de Fries altijd eerst of iepen draaien of wippen met de breige om terugveert te krijgen. Zo zou ik dat karakteriseren.
volle. Ook Rienoord had van jou het begrip het Friese volk. Het Friese volk, dat hoe ik vlot wij onder verstaande mensen, die leef je bij de eigen taal, die leef je uit de eigen volksaard, die harde en vast klep je aan haar eigen landschap. En dat ben er heel volle, ook heel volle onder ons intellectuelen, die als ze een keer afstuderen binnen, voor een groot part altijd weer naar Friesland rondverlangen en daar haar vakanties erop brengen. En dat binnen ook de mensen die leef je uit de typisch Friese agrarische breedwinning. En de industrie verzels die taast trog haar karakter al vrij wat dat Friese eigene oon. De industrie die had nog niet een keer een nivellerende uitwerking op de mensen. Dat is net alles. Dan wordt er nog vregen hoe de toekomst van Friesland stiert jou het meeste oon. Dan wordt je vregen hoe er inhoud had voor jou het begrip het Friese volk. Daar is vanzelfs ooit net als in zijn kwart bestek generaliserende wijze over te praten. Ik kan wel zeggen dat ik het mooi goed eens vinden kan, maar wat Dominic Kalme daar oorschreund had in dat verneemde boekje. Zelfs heb ik wel ondervonden dat het hier altijd om nuances gaat vanzelfs. En je kan wel stellen dat een onzerkelijke jobbegeester, schorregeester, vol en vol meer verschilt van de gereformeerde bonden van Gasterloon als dat er onderscheid wijze zoe tussen de trogene Friers en de trogene Grijnslander als tussen de trogene Friers en de trogene Hollander. Doet ik in het kamp zie het laatste jaar hier wie ik barak had in Sellingerbeetje en daar moest ik de baas een beetje baas bleef over zijn 40 man die al hier uit de grens der Veenkolonie kwamen. Dat is wel aardig om dat eens even te zien. En dan lees ik de krant ik voor. Toen bezag ik eens een keer of bij die mensen daar eigenlijk verstaan wie voor die fine kwatswiel van Broltsma. Ik lees toen een van die artikeltjes van hem voor mensen, dingen en gebeurtenissen of gesprekken op mijn brood, dat weet ik net zo krijg mee, maar dat weet ik in ieder geval in het Hollands en in het Stadfries. Dat ze kon dat genoeg verstaan, maar ze ging er geen verstaan voor. Ik heb het net verdien, want waar die fine kwetswiel van Broltsma, wie de Veenkoloniaal eigenlijk net tagonkelijk. En dan kan je van het Friese volk zeggen dat het in enkele opzichten vaak naïef idealistisch is. Maar in ooropzichten vaak wel tegen eigenzinnig en brokkerig en kritisch. Het is mij eerst een dag naar hoe gekomen dat een man die wie als zonder hier, dat die er altijd naar over rokken. Dat is hij als jonkje van neren maar arbeider bij geliks. Dat hij in de schoolbanken op de achterste klassen zetten wat. En dat de master heel net zo volle schelen koe of hij mij komen koe net. Want hij weer daar een keer voor het rauwe boerenwerk opschreund. Daar verrokken die man ook nog hoor. Dat liep het mij wel typisch Friesdag. Ik ga in het kamp van Westerbork zitten. En mij 300 mensen in een barak. En daar weer een gewone Drentse boer het barak gehad. Man, hier wat meer leer dan sleugt in de werk. Want ik kreeg eens de indruk dat er ik wel wat kassier van de boerenleenbank weer op een Drentse dorpje. Maar het feenzeer dat ik te zitten had er in die hele grote barak nooit wat te rijden west. Ik heb altijd een groot eerbiednis gehad van die wonderbaarlijke inriedigheid van het Drentse volk. Nou kan ik wel zeggen, ja, dat komt voort uit een soort van my gains. Maar wat ik derdags mij maken ha. Dat we daar nooit geen trelet hand hebben, dan bij een rie van 300 mensen. Dat een barak had weer dat een van hadden weer. En die koerde mensen toch feitelijk om een vinger woordje. Wat dat belangrijk hier ik het in de Veenkoloniaal, in Sellingerbeetje volle Zwedder. Want ik moest daar leiding gaan aan een barak dat het altijd naar donderen was hier. Daar zitten 40 oudere delinquenten.
En daar hier nou nooit een goede geest heerst in die barak. En ik ben er altijd nog een beetje grutsch op. Dat doet ik ter weigong. Dat doet de kampcommandant mij zijn complimenten maken. Over de wijze waarop ik daar de zaak laat hier. En dat ik die hele barak en de geest daarin opbouwt hier en ter reis bracht. Nou, dit stukje eigenwijs skiënisverslag. Dat mag er dan maar even tussen terug. Maar van het Friese volk in het generaal, daar ken je net zo. Mat je eigenlijk ik net zo generaliseren door praten in kwart bestek. Ga vleen hier nog eens een tjerketjenst maken van gereformeerde bondes op een Veluwe. Kan ik mij net voorstellen dat hier in Friesland, eigenlijk bij tige, rechtzinnige tjerkelijke mensen, een zo'n ijzige bevongenheid heerske ken. Zo'n ontzettende godsgeestige klam lijveren kan. Ook op jonge mensen die men uiteindelijk wel ongezien koeren dat ze al heel en dal net meer dogen om onder zo'n tjerkelijke baan te libben, maar die er dan dag maar onderhouden worden. Soks als het de term mij maken heb, dat zou ik mij dags in de meest orthodoxe ruimte van Friesland net voorstellen kennen. Dan is er dag altijd in de nuances verschil merkbaar tussen onderscheiden volksgroepen. Ik kan dan eventjes ophalen dat in mijn kamptijd ik Amsterdammers meemaken heb. En daar heb ik altijd ontzettend mooie oontinken zo'n, want die Amsterdamse kerels uit de middenstand die wij de meemaken in de polder. En daar denk ik altijd nog met groot respect en mijn eerbiedenis over om zulke fijne kerels als dat bieden. En dan viel je ik dat een Fries hem in Amsterdam nogal gauw toespelen kan. En ik had daar verstaan geleerd wat het benamen van verder schuur had betreden had om daar middenman tot Amsterdamse volk te verkeren. Want dat leidt je een geest en instelling ontzettend naai. Dan is vraag zo, wat is je opvatting voor de waarde van de Friese geschiedenis? Nou, ik had zelfs in geschiedenis nooit net de meeste interesse gehad. Wat dat een belangrijk ben ik wel een typische Fries. De Fries die had meer belangstelling voor het juur en het moon als voor het juster. En had er al belang van geschiedenis, dan is het vaak voor de algemene grote vrouw geschiedenis. Maar om hem te verliezen in de meer fijnere en detailpunten van een Friese geschiedenis, dan maakt je apart wel eens voor haar. Zulke mensen hebben wij in Friesland altijd te min hoor. Het lijkt het mij net makkelijk daar om werkelijk geschiedenis te leren. Als ben op squallen en daar wat aan te hebben. Een detailskiënis, om het te nemen kennen van het Friese volksbegeleids. Dus ik zou net gaan willen dat ze mij op het heden begeleids vragen wat nou eigenlijk het verschil van zijn wie tussen de skieringen en de vetten. En zo liet het mij ik daar dat als men nou van Friese skiënis of het mij nemen zal, dat men er dan dags ik waren de nuances en de liedse dingen onderscheiden kennis heel. En dan is mijn opvatting dat je kan een band die de belegerde school gaan en ik ben van 14, 16 hier terug naar Normen, die kan je wel wat leren hoe je talen en de slag hier en de slag daar, maar hoe haar wat waardevols bij te brengen en mij te gaan uit de Friese geschiedenis, nou dat zet ik de beste. Ook het takkomst van Friesland stiert jou het meeste om. Dat is een hele zware vraag dat ik maar eerst afblijf wil. Aan de ene kant weet ik heel goed, ben ik ervan overtuigd, dat van Friesland, om hier altijd zo volle mogelijk mensen een leven en een bestaan te gaan, industrie niet zakelijk is. En uitbreiding van de industrie ook beslist nodig. Maar aan de andere kant griest het mij vaker wat om dat toch het al heel overheersing van de industrie in jonkelietsen, zoals bij dat van Friesland ook ze echt wel onkomen zoggen,
dat der dags wel eens een tige ontfriskend element mij mangeer kan, en dat kan eigenlijk ons Fries volksbestaan net meer verdragen. Wat denkt jou van een zoekemaarstijd wat te vregen? Punt 29, daar ben ik vanzelf poer op tjen. En het Twadameplan, naar het Ameland daar, daar ben ik op tjen. Hoewel ik een grote leek ben, maar ik zou er nog al van veel kennen dat er een hele lege daan maken waard, waarop de daaibijgasten in de simmertijd maar het op hen weer rieden kennen. Maar dan dags en daam die het zo leeg is dat er mij warm waard en opwaaiing, dat de zee er oer hennen stroezen kan, want het ligt mij altijd noordelijk daar. Dat wij op nij daar in het Noordwesten een grote gloppe ontstaan letten, dat het wetten net in voortkomen kan, en wij trok het ontzettend heeg bij de dieken opvlenen kan. In punt 3 wordt vregen, wat denk je van het legeren van de dwarpen, van de squallenconcentratie en van het bestemmingsplan van de dwarpen? Ik had daar een lange tijd mismoedig geweest, maar het jouwt net zo vol om daar mismoedig te wijzen en de holle te schotsen. En van de gong van de tijd, die let hem dags net opkeren en die let hem dags ook net in een oorzool sturen. Die dingen die ontjouwen haar nu één keer, ze had ze haar liedje ontjaan, maar dat te zullen. Je kan krijgt ze goed vregen, wat denkt er jou van? En dat de bijna langs ze goed en ze mooi net meer badje kennen. Maar ik hoor op een boeren liggen als wij dat in de tijd doen. En hoe is dat ze komen? Daar is ik net een antwoord op die aan, dat ze onder invloed van de tijd komen. Dat zou een apart groot boek worden schoongewezen. En dan reken je er aan nooit door uitpraat. Maar daar ben ik net aan besteed. Maar een opvallend vraagstuk zou het krekkel die gegoed wijzen. Waarom boad je de bijna en kind ze net meer boad je? Liek als wij je er boaden, maar hele simpele en eenvoudige en goedkeurige dingen. En wij boaden gemeenschappelijk, wij boaden van de hele squale minor. Zo stiet het ik mij zo'n zaak als het legeren van de dwarpen. Waar komt dat krijg van? Hoe maakt men er opkeren? Hoe denken je over squale concentratie? Ik wil er maar net meer van zeggen. Als jongen nu zo de liedse dwarpskwaaltjes waarom denken en het mooie jongen denken dat je daar aan hebt, dan vind je dat alle keer een verlies. Maar mij mismoedig daar aan te denken, keer je jongen van de dingen dat is net op. Punt 31, volg je de nijl literatuur. Ja, ik maak ze al heel op een aanstaan. En dan wordt er vregen, spreekt die je oon waarom en waarom net? Nou, die spreekt mij net zo bot oon. Ik ken het correct zezen waar dat in zit. Ik vind wel dat de jonge schreeuwers wat al te vlot schreeuwen, dat ze haar beter op het goede Fries lezen moesten. En ik jou wel daar, dat ze beslist wel een nij veld van ondacht onboeren hebben in wat men dan vooral het geslachtsleven van tegenwoordig neemt. Eigenlijk een veld dat nu één keer in een alzijdige letterkunde naar oerslaan wordt maai, maar het gevaar hiervan is weer dat die dingen dan in één keer vaak een vierste volle de ondracht krijgen en soms net eerst trok de schreeuwer zelfs aldermeest, maar trok het lezend en kritiseren in het publiek, want wat hebben we nog zo goed? Maar dat boek van Trinus Riemersma, Fabriek, de dingen dat die bij mij vast, die letterkundig daarin van de grootste weer daar je binnen en die masterlijk beschreven binnen, dat binnenkrijgt net de dingen daar van het seksuele leven. Maar dat binnen de dingen van de jeugd aantinkings, dat is daarin masterlijk beschreven. Maar ik ga er nooit een kritiek lezen die daar de aandacht op vallen letten had, en ik ga er nooit een lezer sprutsen die dat ik opmerken hier. Dat is het gevaar van het onderwaterstellen van seksuele zaken, eigenlijk in de Friese literatuur. Dat daar eind door de critici en ik door de trogene lezer te volle alleen nog op
die kant van zijn boek en zijn werk daar zetten, komt. En dat het gevaar bestaat dat daardoor het en daarbij het algemeen menselijke te volle verwaarloosd wordt en u de aandacht trekt. Punt 33 is, wat denkt je van de nieuwe stavering? Die nieuwe stavering, daar maak ik niks van hebben. Een liedsvolk als Jezus denkt mij, die ken hem net, gewoon staveringsverhoringsweegje, die met het vertrouwde oude en ook nog mooie en karakteristieke wordbeeld dat één keer in haar holle hem vastzetten had, maar ze altijd bewaren. En al mij er dan van op je kundige kant jongen volgens bezweren wij zo onder de Joodaistige staring, dat jou ik graag dat. Maar dat bezweer, dat moet me erop aannemen om altijd de noodzakelijke en winnende continuïteit te bewaren. Want de continuïteit in die dingen, die is van de allergrootste waarde en die kan nooit te heeg ontslaan worden. Ik had het jij er ook al eens schreund, je moet nooit uit het eerste lezen dat van de Friesen die zijn werk Fries lezen, dat hij de held minstens van door wilde zezen en met Fries terug zelfstudie en op grond van wat er op de legere squalen leerd had, hem eigen maatje matten had. En dat alleen gaat voor de trog in de Friese lezer al een liedse overwinning betjutten. En zulke mensen die nu één keer, al is het misschien heel onbewitten, die stille overwinningsvoldoening bijdragen, die mat je in dat bezit nooit ontaasten. Want dan taast je wat van het hele volk gewoon. Jeremiah, heb ik mijn zegje, zijn. Dank u wel. Ik mag nog al eventjes waarom komen op punt 34, blijft mij nou, en op 34. 34, dat vreeg ik, wat denkt u van de Joodaistige Friese beweging? Het is haast vanzelfsprekend dat ik daar net zo voldien overwijzen kan. En bij de kerkelijke jongeren, daar levert nog wat. Maar bij de netwerkelijke jongeren is het Joer allerdravigst besteld. Als je naar de jongste door Jensen rijdt, dan zie je daar minstens 200 auto's zijn. En dan denk je wel, het ligt wel het Friesland eigenlijk. Als Fries volk doen ze naar wij naar de Delgong gaan met. Want als je dan waarom denkt, wat jonge mensen, als zijn nu Joer de dag echt nog eens van Friesland en zijn taal en zijn volksbestemming inspannen willen, dan slacht het je wel eens neer en eng om het her te heen. Zodat want de kennis van zelfs hoe de Joodaistige Friese beweging net voldoende wijzen. Daar komt nog bij dat vergelijken van zelfs bij doet wij jong zijn, dat er nog een heleboel taken die wij de Woldhuizen rekenen, dat die nou eigenlijk al jaren onderverdeeld worden binnen aan onderscheiden instanties in het grote geheel van de beweging. En dan kan men ik stellen dat er een heel grote werk dat wij ons nou warm van maken en dat wij afstemmen, dat het Joodendijdags wel dient wordt en vaak beter dient wordt als dat wij die in onze jongheid erkennen zullen nemen. Maar dat gaat wat stiller om en daar, belangt meer achter de slettende dwarren en daarom maakt men ook wat er Joodaïs van Friesland dient wordt. Ik ben net al te pessimistisch wijzen, maar mijn mismoed moet ik toch betjoetje over het wijbleeuwen van een heel groot deel van de Friese jongeren uit de regen van de beweging. Daarom is wat vraag 35 onbelangend mijn gedachte door de positie van het Friese Joed Dai. Zo'n 1915, daar ken ik voor zelfs net optimistisch voor wijze, dat begrijp je wel. Want wat wij aan de ene kant woont hebben, maar ik is wel onderjocht wat eigenlijk onderwijs.
En mijn heel volle instituten die het werk voor Friesland over en opzetten en nuttig en heel belangrijk werk. Dat de dag voor oorstiert dat de gewone volkstaal hoe langer hoe meer onverretten wordt van een vreemd Griemank dat die in Hollands is en dat ik niet in de stad Fries is, maar dat wel allermeest Fries is. En dat het je dags bij tien ervan beschouwt wat de mensen er uitbrouwen. En daar komt nog bij, dat is een ding dat de Tamminga ik al op wezen had in de vraagkwartier, dat verliende snijden in de krant, prentstier, dat de Friesen zo'n beetje nationaal zelfbesef hebben, dat er 49 van de 50 binnen die het zag waren Hollander trotteknebels gingen. Ik merk dat nog bij zelfzien een wat groter dwarf bij je staat duidelijk op. Alle mensen, alle gewone mensen in de winkels en op de straten en in kerkelijke alhoorige herkomsten, ze gingen samen maar trotteknebels. Dus, het liek het er soms op als ze graag jaren letten dat ze ik een moel vol Hollands praten kennen, in plaats van dat ze haar best doen zullen om de Hollander of de Hollandse vrouw die ze voor haar oer hebben, om die in de gelegenheid te stellen om het Fries al het eerst verstaan te leren. Als je te rijden hebt met een volk met zo'n beetje nationaal zelfbesef en met zo'n dravig beetje leefde van zijn eigen oude mooie karakteristieke spraken, dan ken het net als men maakt mismoedig wijze voor de toekomst van het Fries. Hoe vraag 6 A, die er letter nog aan het afvoegen is, daar hoef ik net zo vol als van te zezen. Wie je taalgebruik in de beweging wakker was als jouw wend wie en wat is jouw betekenis daarover? Het taalgebruik in de beweging is er weer ek net beter op worden, hoewel het taalgebruik in de beweging altijd nog stikken en stikken beter is als dat in de meer algemene geerkomsten sprutsen wordt. Dan wordt er ze vragen waar hier een afwijkend taalgebruik en op wat voor wijze en invloed van waar. Nou, dat ken ik net volle van Cézé. Het had wel altijd zo geweest dat je dadelijk weten kon verzeilen. Maar het Zuidwesthoekstrand wordt weer of uit het donkere deel, maar dat is ik vanzelfsprekend. Als op grond daarvan men praten kan van een afwijkend taalgebruik, dat liet het mij nogal stoef daar, ik zou zeggen. Dat is net een afwijkend taalgebruik, maar dat is een heel natuurlijk taalgebruik. Dat men van een hoop verspreker, ik jerken, dadelijk jerken, of er uit de woorden komt, dat is van het laai. Het staat in hoop van vermiddensbroek in jouw Friesk, ik broek het Friesk. In alle vermiddens dat het maar mogelijk is. Ik kan er nog even bij vertellen dat doet ik in mijn internering trouw maken en ik in Sondel bij Geleeks en ik in de polder mijn vertellingen hoort, mijn volksvertellingen, dat ik dat altijd in Fries die. En dat we in de polder zijn eigenlijk die Amsterdammers die wij daar om zijn gingen, die volgen dat met de grootste interesse en mijn grootste maaiviel. En ik die het verzels wel mijn tegen nijdruk, maar ze konden mij toch heel goed volgen. Ik had het ik eens in Westerbork bezocht en heb ik het ik dient. Daar hie ik een heel eenvoudige volksvertelling, maar die kwam toch echt wel oer, ja. En die zal een beetje weer dat zei ik. Daar kwam het vol oer. Dat ik in die ronden, daar is waar je als barak haar die ik en goed dat verzeild net aan. Maar als ik mijn bijdrage lever op een ontspanningsjong, dan die ik dat in het Fries, want daar zoek ik het niet kennen.
mijn ondervinding had was, en dat is me dus mij vallen, dat als je dan het vriesbroeken en je doet dat wat stadig en met klam en je smieten er zo uit trouwens, even een liedje Hollands getalje af en toe, dat dat is heel goed hier. En dat als de mensen je vol gevallen gewoon hartje willen, dat die heel goed vol je kan. Dank u wel.